Wij hebben toen gezegd, gezien de gezondheidsrisico's, dat doen we niet. Maar toen hebben we ook al wel gezegd, we vinden karbietschieten wel een traditie die je niet zomaar aan de kant kan schuiven. Dus die willen we behouden, maar dan wel op een gecontroleerde manier. Zonder dat het echt veel overlast voor anderen met zich meebrengt. Vandaar buiten de bebouwde kom en op je eigen terrein. Zodat niet overal, ik weet niet of het zou gebeuren, maar overal maar karbiet geschoten gaat worden. Er is natuurlijk één plek binnen de bebouwde kom waar het een jaarlijkse traditie is. Dat is bij het jongerencentrum Utopia. Maar daar maakt u een uitzondering voor. Nou, we hebben in ieder geval gezegd, want we hebben ook contact met de organisatoren. We hebben in ieder geval gezegd, daar gaan we naar kijken. Sowieso, als je wil afwijken van de APV, moet je contact opnemen. Ook al wil je iets in de openbare ruimte met de gemeente. En dan maken we afspraken hoe je dat dan doet, zodat het veilig en gezond is. Dus dat gaan we met hen bespreken. Omdat we denken dat Haasbroek ligt dan wel net binnen de bebouwde kom, maar wel zodanig veilig en zonder dat het heel veel overlast voor anderen geeft, dat we dat daar zouden kunnen toestaan. Maar dat willen we wel met elkaar bespreken, zodat we wel weten wat er gebeurt. Grote vreugdevuren, dat zit er niet meer in, denk ik. Nee. En dat zien we zelf niet zitten. De omgevingsdienst geeft ook aan, dat moet je echt niet meer willen. Want dat is zo ontzettend belastend voor het milieu. Daarvan zeggen we, nou, laten we dat niet meer doen. Maar leuk vinden we het wel als er wat karbiet geschoten wordt, want dat hoort bij Zoeterwoude.